gillen, takken, noem maar op. Ik heb begrepen dat dit al vanaf 2005 gebeurt. Toen buiten, maar sinds vorig jaar zeg maar met een andere opzet. Een opzet die helemaal geconcentreerd is in de wieken zelf. Een compliment voor de organisatie. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk is samenwerken met de wieken. Een aantal activiteiten waarvan ik, die heel erg belangrijk zijn voor het dorp. Ik heb de Molenhoekdag nu twee keer mee mogen maken. Het Molenhoeksmarkie. Fantastisch dat dat ook allemaal gebeurt. En dat geldt ook voor de kerstdienst. Ja, is op, ja. Ja, goed. Kerstman daar al gezellig zitten. En wie wil, die mag met de kerstman op de foto. Hoi, wij zijn La Rochelle en wij staan hier op een super toffe kerstmarkt. Vorig jaar hier heel goed verzorgd. Ik heb er met plezier gewerkt. Of is het klotenkaas? Nee, kloosterkaas. Klooster. Je moet wel een beetje op laten zakken. Genieten van rust en de rijkheid van het katholieke leven. Komt u ook kijken? Begin april openen wij onze deuren in de wieken. Om precies te zijn, 11, 12 en 13 april. U bent van harte welkom. Jullie staan er ook weer. De sfeer en de gezelligheid op de kerstdag, daar zijn we voor. Daarom knutselen wij hier, daarom maken we leuke dingen. We hebben elfjes vandaag. Gewoon leuke dingen voor in de kerstboom en een leuke gezellige sfeer. Hierbij past. Opleiden. Is dat een koortje met dames? Ja. Ja. Wij zijn Anna Masha en wij werken bij Stichting Jeugd en Jongerenwerk. Wij gaan vandaag kinderen schminken voor de gezelligheid. We vinden de kerstdien heel leuk omdat er heel veel gezelligheid is en alle mensen komen hier samen. Ja, wij zijn de Romans van Scouting Don Bosco Mook en hier op de kerstin verkopen wij zelfgemaakte vogelhuisjes, Ferrari schaalmodellen en leuke kaarsen in kopjes. Dit doen wij om geld in te zamelen om al onze activiteiten die wij doen als scouting te blijven en kunnen financieren.
Bye-bye.